Marco Brouwer, als wij hier in het Palmastadion aankomen, dan zien we iets heel bijzonders. En je hebt het al in je hand. Wat is dat? Dit is een stroboscoopbril. Dat wil zeggen dat je gedurende de training fases verblind wordt. Dus als de keeperstrainer of een collega keeper een bal naar mij toe trapt, dan kan het zijn dat ik momenten mis in de balbaan. Ja, en dat is een stukje ontwikkeling en een stukje technologie die toegepast wordt hier. Dankzij Brian van Loo. Die is daar veel mee bezig met innoveren. Ja, en dit is een stukje die ons daarbij gaat helpen. Kan je hem even opzetten? Ja, zo ziet het eruit. De band is niet op mijn hoofd afgesteld, maar zo ziet het eruit. Nou ja, het is nu een zonnebril. Maar op het moment dat die aanstaat, dan wordt die zwart. Dus dan wordt die zeg maar in seconden zwart. Of mini-secondes, hoe je het ook wil noemen. En dan gaat er zeg maar dit de hele tijd gebeuren tijdens een balbaan. En dat zorgt ervoor dat wij onze reactiesnelheid verbeteren, want dat is uit de wetenschappelijke onderzoeken gekomen. Het waarnemen van de bal wordt beter. Het blijkt dat als de vermoeidheid toetreedt, dat je ogen het als eerste achteruit gaan. Ja, en dat kan je hierdoor gaan trainen, zodat je de balbaan beter kan gaan waarnemen op het moment dat er een keer een speler voor staat of dat je verblind wordt door de zon. Dit was de eerste keer dat je met zo'n ding op trainde. Wat is jouw eigen ervaring nu? Het is bijzonder. Het is heel iets nieuws, heel iets anders. Maar je merkt, omdat je het eerst op, je zet hem eerst op en vervolgens doe je hem af, dat je op het moment dat je hem af hebt, dat je wat scherper bent. Dus je merkt gewoon dat je een stukje sneller al bent. En we hebben het echt over details, dus het gaat echt niet over 20% of zo. Maar alle details kunnen helpen om beter te worden uiteraard. Ik neem aan dat je hem alleen gebruikt op de training, want ik zie je nog niet strakjes in de wedstrijd tegen Ajax bijvoorbeeld met dat ding oplopen, want dan denk ik dat de scheidsrechter even bij je langskomt. Dan denkt hij eerst dat ik ook een blinde geleidehond volgens mij voor me heb staan, maar nee, dit is puur training. We proberen het wekelijks te gaan betrainen hiermee en zodoende te gaan kijken of het gaat helpen gedurende het seizoen. Is het een beginfase waarin dit experiment verkeert? Volgens mij wel. In ieder geval in Nederland. Ik heb ooit gezien dat het in Amerika wel veel gebruikt wordt. Dus in Nederland absoluut. Dus ja, we hopen hiermee misschien ook een stukje verschil te kunnen maken. Wellicht zet je hem komende zondag tijdens de open dag nog een keertje op voor het publiek? Nee, dat gaat niet gebeuren. Voor mij is het allemaal vrij prijzig. Dus laten we er heel voorzichtig mee omgaan en vooral lekker met z'n drietjes gebruiken. En de spelers mogen er ook echt niet aankomen. Het is toch een stukje keepers eigen dit.